We zijn hier in uw bedrijf en we willen graag weten hoe uw bedrijf de COVID-19 situatie ervaart. Wat heeft u gedaan aangaande preventie? Wel, we hebben toen COVID-19 begon gewoon alle instructie opgevolgd. Het was heel de Mohana-regels. Proberen we iedereen van te overtuigen om zich daar heel goed aan te houden. We hebben overal sanitizer in het bedrijf als u binnenkomt, maar ook op de schappen. Dus iedereen kan continu eigenlijk sanitizen. Wel, we hebben enkele maatregelen genomen of getroffen, zeg maar, om zo min mogelijk klanten naar binnen te laten. Dus tegelijkertijd niet meer dan 5 klanten. Er wordt ontsmet bij de ingang en ze moeten een mondkap opdoen. Dus die 3 maatregelen is waaraan we ons zoveel mogelijk proberen te houden. Jawel. En heeft u COVID-gevallen gehad op de werkvloer? Ja, er zijn een paar gevallen geweest van teammedewerkers die COVID hebben gehad. Die kwamen dan niet naar het werk. We hebben in het begin, toen er veel minder bekend was, was het bedrijf ook gesloten voor langere periode. Vanwege overheidslockdown. Nee, we doen in ReadyTex heel veel teammeetings en we zijn continu in overleg. De manier waarop we werken is heel erg samen. En managers en medewerkers zijn heel goed op de hoogte van alles wat er gebeurt. We geven veel feedback aan elkaar. Iedereen die wat weet, meldt het aan elkaar. Dus op die manier waren mensen en zijn mensen heel alert als een ander zich niet lekker voelt. En wordt men gemotiveerd om gelijk te gaan swappen. Zodat collega's niet ook mogelijk ziek kunnen worden. Hoe we hier omgaan met COVID. Voordat we in de winkel komen, gaan we ons handen ontsmetten. En we dragen onze mondkapjes. En voordat een klant ook naar binnen komt, kunnen ze hun handen ook ontsmetten. Dus buiten, bij de ingang. Ja, dus dat is zo'n beetje. Hebben jullie al ervaring gehad met iemand van het werk die COVID heeft gekregen? Nee. En als dat mocht gebeuren, hoe zouden jullie dat opvangen? Wel, meestal is het zo dat als iemand misschien ziek is geraakt of zo, blijft die persoon gewoon thuis. Mag die persoon gewoon thuis blijven, ja. Je stuurt niet om te gaan testen voor alle zekerheid? Ja, dat doen we meestal, ja. En dan wacht je op het resultaat om te horen? Jawel. Heeft één van uw werknemers misschien al COVID-19 gehad? Nee, daarmee hebben we niet te kampen gehad. Maar mocht het voorkomen dat iemand corona krijgt op de werkvloer, hoe gaat u daarmee dan om? We gaan sowieso adviseren dat u zelf isolatie doet. Dus weet je, thuis blijft 2 weken lang, totdat je, weet je, geen verschijnselen meer hebt of zo. En dan weer. Ja, ook gaan swappen, dat vooral dat ze geswapt worden. We adviseren ze om eerst te gaan swappen, om zeker te weten als het om corona gaat. En mocht dat het zijn, dan word je geadviseerd 2 weken te isoleren. Blijf alert. Ga je vaccineren. Nu wordt er gevraagd dat we een boosterprikje nemen. Ook ten aanzien daarvan, bij ons zijn bijna alle medewerkers gevaccineerd. Nu moeten we alleen nog het 3e prikje halen. Hartelijk bedankt, mevrouw Monique.